UNESCO heeft de stad Gent bekroond met de titel City of Music. Wat is daar nu de verklaring voor? Waarschijnlijk heeft dat te maken met onze erfenis nog altijd. Dat in de Vlaams-Bourgondische Franse tijd er bij ons zeer veel geld was. In de 14e, 15e eeuw waren we zo groot als Parijs. Hè? Dat zeggen de Gentenaren altijd. Er was altijd een grote wisselwerking en openheid naar andere culturen toe. Gent en Vlaanderen, iets ruimer dan, is een soort van klein kruispunt in Europa. Ja, in de middeleeuwen, de tijd van de grote handelsroutes, al die creatievelingen op doorreis, die vonden hier een tijdelijk onderkomen. There's a lot of creative people here. There's a lot of different kinds of art going on. Er is altijd iets te doen. Je kunt altijd wel naar een optreden gaan kijken, of het nu groot is of klein. Die gezonde combinatie tussen concurrentie en curiositeit vind ik hier wel in Gent voortdurend terug. Dat is een van de belangrijkste zaken, denk ik, in een stad als Gent. Die simpelheid waarmee de dingen elkaar ook tegenkomen. Ja, daar zit ook iets in, ja. So maybe it's the drinking water.